vandaag de presentatie van dit programma. Vanaf vreugelen, dansen, ja. We zijn allemaal op een jeugd en zingen we met allemaal ik ben heel op de Harm is de arme. Daar is je weer. Die kankaar. Met zijn fucking rotkop. En zijn gevlogen kutkleding. En het interesseert nog steeds allemaal in fucking race. Ik wel mensen, wat ben ik dan? Bijvoorbeeld. Goedemiddag. Loop even kijken of ik nog een beetje... Maar we weten natuurlijk hoe de Friese inmiddels te werk ging. Wacht, ik ben helemaal geïnspireerd geraakt om dat op te schrijven. Even kijken, dat gaan we gelijk even goed zetten. 1 seconde met me. Want we moeten wel een beetje relevante beelden op de achtergrond. Welkom, goedemiddag allemaal. En nou, het is niet helemaal live, maar bijna live. Live opgenomen in ieder geval. We gaan in ieder geval zo min mogelijk editen en onderbreken. Ik wou toch nog even verder gaan met mijn eerdere live uitzending, die dus destijds niet helemaal goed ging. Omdat dat natuurlijk, dat was natuurlijk een van de bronnen. Van nee hoor, weet ik wat, ging mijn computer stuk. Dus nou, die brak ik na 15 seconden al af. Echter, het verhaal wat ik toen destijds wel voordraag is bijzonder interessant. En wederom eventjes nog één keer een vertaling van ArchiX. Ik heb nu de afgelopen 2 uitzendingen plus deze dan deze vertalingen gedaan. Ik ga me daarna weer eventjes iets in een iets andere richting bezighouden. En zo gaan we de geschiedenis en de wetenschappen dus langzaam maar zeker in kaart blijven brengen. Maar deze wil ik je toch nog wel even meegeven, zeg maar. Met qua bijzondere revelations en informatie die er allemaal in staat. Gratje, of nee, even kijken. Dit is Gratje. Gratje heeft geen plukje en nu is er wel een weer plukje. Maar Gratje is er nu bij. We gaan eventjes weer even... Ik draag het onder andere voor. Even, ik lees het voor vanuit mijn Substack. Want daar wil ik namelijk altijd mijn verzamelde info en artikeltjes plaatsen. En nogmaals, dit is een vertaling van Jason ArchiX, de Amina Files 2. En nou, ik heb al hier en daar in de opmerking gezien dat jullie kunnen waarderen dat deze vertalingen zo gedaan worden. En ik zelf ook, want toch, ondanks dat ik zeer goed Engels spreek, is het toch ook wel even lekker om het even allemaal in het Nederlands te horen. Goed, vanaf nu quotejes van Jason ArchiX, beste mensen. Het is een opmerkelijk feit dat het hedendaagse tijdmeetsysteem is overgeërfd van de vroegste bekende beschaving, Sumerië. Deze verre cultuur bewaarde de methode om tijd te berekenen in een periode van 60 seconden, 60 minuten, uren en dagen enzovoorts. Die zij weer hadden overgenomen trouwens van een nog oudere samenleving. Die bloeide voordat een immense catastrofe, bekend als de grote zonvloed, het einde bracht aan deze geavanceerde denkers. De Sumeriërs waren in feite een overblijfsel van dit vergeten volk. Aangezien historici hebben opgemerkt dat de Sumerische stenen archieven geen melding maken van andere herkomstlanden en dat de plaatsen Sumer en Akkad zelfs niet bekend waren bij de vroegste inwoners. Het 60-basissysteem of het sexagesimale systeem werd door de bewoners van Sumer na deze ramp bewaard. Vervolgens overgenomen door de mysterieuze Akkadiërs en later weer gekopieerd door de Babyloniërs, van waaruit het zich overal verspreidde. De Sumeriërs registreerden hun kronieken nauwgezet en verdeelden hun culturele geschiedenis tussen de reguliere regeerjaren van koningen die voor en na de vloed regeerden en degene die door het gehele nabije oosten koningschap uitoefenden. Na de fragmentatie van Sumer blijft het een van de meer raadselachtige aspecten van de Sumerische koningslijst die in deze studie wordt onderzocht. In een 4000 jaar oud verslag van 8 koningen wordt er op mysterieuze wijze naar verwezen als de 7 koningen van wie de heerschappij eindigde met dus de grote vloed. Deze 4000 jaar oude tekst luidt: toen het koningschap uit de hemel werd neergelaten, was het koningschap gevestigd in Eridu. Koning Alumelim regeerde 28.800 shars. Algar regeerde
36.000 chars. Twee koningen regeerden samen 64.800 chars in Eridu, waarna het koningschap naar Bat Tibira werd overgebracht. De char is een tijdseenheid die wetenschappers volledig in verwarring heeft gebracht, omdat historici geen duidelijke reden hebben gevonden om aan te nemen dat de char iets anders zou zijn dan een standaard jaar. En heb ik van Linda gehoord, in het Arabisch is char op dit moment ook, het betekent het jaar. Ze hebben het doorgaans als een jaar aangeduid, wat de Sumerische annalen dus tot een vorm van mythologie maakt. De theorie dat een char een jaar vertegenwoordigt zou betekenen dat deze koningen een levensduur hadden van tienduizenden jaren, wat praktisch onmogelijk is. Een ander, veel onbegrepen aspect van deze annalen is dat de Sumeriërs schreven dat hun koningschap uit de hemel was neergelaten. Dit wordt vaak gezien als een soort astronomisch fenomeen, dat in aankomende video's verder zal worden toegelicht. De acht koningen en hun regeerperiodes zijn als volgt. Twee koningen vormden de dynastie van Eridu. Alulim regeerde 28.000 chars, Alagar 36.000. Drie koningen vormden de dynastie van Bat Tibira. En Menluana regeerde 43.200 chars. En Mengalana 28.000 chars. Dumuzi 36.000 chars. En één koning regeerde in de dynastie van Larak 28.800 chars. Daarnaast nog één koning regeerde in de dynastie van Sipar. En die heette Emendur-Anna en die regeerde 21.000 chars. De laatste koning regeerde in de stad Shurupak en zijn naam was Ubaratutu. Dus die dus. Met een regeerperiode van 18.600 chars. De Sumerische tekst leest: vijf steden waren er, waar acht koningen regeerden over een periode van 241.200 chars. Toen overstroomde de vloed de aarde. Na de vloed, toen het koningschap opnieuw uit de hemel neerdaalde, was het koningschap gevestigd in Kish. De traditionele conclusie van de theorie dat een char een jaar vertegenwoordigt, zou de waarnemer ertoe brengen om aan te nemen dat deze koningen dus opeenvolgend regeerden over een periode van 241.000 jaar, waarbij één koning zelfs 43.200 jaar alleen zou hebben geregeerd. Deze interpretatie is niet alleen onhoudbaar, maar ook absurd. Ook al verwijzen honderden historische bronnen naar de ongelofelijke levensduur van de mensen voor de vloed, en zelfs nog langere levens van de reuzen, kunnen we niet aannemen dat koningen 43.000 jaar of langer leven. De vroegst bevestigbare kleitabletopnames dateren van ongeveer 2200 voor Christus. En eerdere data wordt meestal dus aan fabelen toegeschreven. De oplossing voor het mysterie van de char ligt in geen ander dan het boek Genesis. Voordat Genesis in de Hebreeuwse geschriften werd opgenomen, was Genesis 1 al een zeer oud kosmologisch verslag. Dit verslag werd door de Joden uit Babylonië overgenomen zonder de oorspronkelijke bron te vermelden. In Genesis vinden we het eerste systeem voor tijdrekening. Avond en morgen vormden samen de eerste dag. De antediluviaanse mensen, of de mensen van voor de vloed zeg maar, registreerden tijd aan de hand van het verstrijken van dagen, wat kwam door de unieke biosfeer van de wereld voor de vloed. De tien koningen die zich uitstrekten over 3600 dagen komen overeen met 120 jaar of een groot tijdperk. Een char, 36.000 dus hè. Een char werd ook berekend als 3600 dagen of 10 antediluviaanse jaren van elk dus 360 dagen. Volgens Zechariah Sitchin maakte Berossus, zoals geciteerd door Abedinus, dat zijn allemaal Griekse schrijvers, maar volgens Sitchin maakte hij een fout. Abedinus schreef namelijk: nu wordt een char geacht 3600 jaar te zijn. Sitchin gebruikte dit als zijn bewijs, ondanks andere gegevens die hij had gevonden. Berossus schreef echter over dingen die al waren vergeten in de derde eeuw voor Christus, 2000 jaar nadat het char-systeem al in verval was geraakt. In de zogenaamde Purana-teksten, die ook beschikbaar waren voor Zechariah Sitchin en in zijn boeken dus naar voren kwamen, werd beschreven dat er vier tijdperken op aarde waren die samen 432.000 jaar omvatten. De eigenlijke samenstelling van de Puranische geschriften dateert van rond 1500 voor Christus. Dus het misverstand tussen dagen en jaren in het oude Sumerische char-systeem is dus begrijpelijk. Het is opmerkelijk dat zowel de Sumerische als de Vedische geschriften hetzelfde getal van 432.000 noemen.
Sitchin ging verder met de aanname dat de 120 shars van de Sumerische geschiedenis voor de zondvloed 432.000 jaar vertegenwoordigde, waarbij hij de som voorspiegelde als basis. In 1972 schreef Joseph Brady over een planeet de grootte van Jupiter met een theoretische omlooptijd van 1800 jaar, precies de helft van 3600 jaar, wat afwijkingen in de baan van Halley's komeet zou kunnen verklaren. Sitchin zag dit als bewijs voor zijn Char-theorie en koppelde het aan het idee van Nibiru en een theorie over een mensenleven van 432.000 jaar. Mijn standpunt, althans het standpunt van Jason Argyrix, is dus dat de Anunnaki neergedaald zijn in het jaar 3439 voor Christus, wat ook in zijn boeken wordt onderbouwd, 600 jaar na de komst en ontstaan of het verschijnen van de maan, en dat die maan of de maan verscheen in 4039 voor Christus, en 600 jaar voor de start van de Anunnaki Nephilim dynastie in 2839 voor Christus. En dat is weer precies 600 jaar voor de grote zonvloed. Zijn conclusie is dat dus de 432.000 jaren, zoals geïnterpreteerd zijn door Sitchin en vele anderen, in feite dagen waren op een kalenderjaar van 360 dagen. Wat dus uiteindelijk dan een periode van slechts 1200 jaar betekent. Waardoor de komst van de Anunnaki voor de grote zonvloed rond 3439 voor Christus zou hebben plaatsgevonden. De Vedische Purana's beschrijven dat de Kali Yuga, het duistere tijdperk, een periode van 1200 jaar besloeg. Hoewel een andere passage 432.000 jaar noemt. Het oorspronkelijke geschrift moet echter 432.000 tijdseenheden of omwentelingen hebben bedoeld. Want eerder wordt in de Puranische Veda's specifiek vermeld dat de Kali Yuga 12 eeuwen was. Wel nu, 12 eeuwen of 432.000 dagen zijn precies hetzelfde in een systeem van 360 dagen per jaar. Wat suggereert dat de geschiedenis nauwkeurig is bewaard, hoewel de chronologie wat verward werd. Babylonische geschriften over de antediluviaanse wereld, de wereld voor de zonvloed, verwijzen naar een periode van 1200 jaar waarin de Anunnaki betrokken waren en noemden ook 432.000 jaren of tijdseenheden in Shar en een periode van 12 eeuwen. De vroege Arabieren geloofden ook dat een voorouder, Shaddad Binat, precies 1200 jaar leefde voor de zonvloed. Ik check heel eventjes naar mijn dingen. Check. Ja, het gaat helemaal goed. Mensen, never change a winning team. Even zien. In zijn andere werk van Jason, over het Phoenix Event, zien we dus talrijke chronologische bewijzen die de zonvloed situeren in 2239 voor Christus in de maand mei. Als we 1200 jaar optellen bij 2239 voor Christus, komen we op 3439 voor Christus uit, voor de verschijning dus van de Anunnaki. Josephus, dat is een oude Joodse geschiedschrijver, van rond het begin van de jaartelling. Josephus schreef ongeveer 2000 jaar geleden dat Abraham 292 jaar na de zonvloed werd geboren. Rashi zo'n 1000 jaar geleden schreef dat Abraham in 1947 voor Christus geboren werd. Chronoloog Stephen Jones bevestigde deze datum zonder Rashi te citeren. Hij gebruikte de Bijbel, de Koran en het boek van Jasher om de geboorte van Abraham in 1947 voor Christus te dateren. Met de zonvloed in 2239 voor Christus en de komst van de Anunnaki 1200 jaar, oftewel 432.000 dagen eerder in 3439 voor Christus, is dit dus ook de tijd waarin Enoch of Enki in de Sumerische tijdlijn verschijnt. Volgens twee verschillende historische overleveringen, een Sumerische en een Hebreeuwse, komen we uit op het jaar 3439 voor Christus, waarin dus de goden verschenen. In de Bijbelse traditie was het de geboorte van Enoch, terwijl de Sumerische tijdlijn de komst van Enki vermeldt. De kronieken van Genesis en de oude Hebreeuwse verhalen vermelden de afdaling van de zogenaamde Watchers in de dagen van Jared, wiens naam afdaling betekent, in het zogenaamde tiende jubeljaar, een eerste neerdaling voor de zonvloed. Een tweede groep Anunnaki kwam later ook voor de zonvloed en dit is het centrale thema van het boek van Enoch. De afdaling van de wachters. Het centrale thema van het boek van Henoch in de naam van Jared was een herdenking van deze gebeurtenis. Deze afdaling markeert niet de eerste verschijning van de Anunna, maar de komst van de belangrijkste figuur in de oude menselijke geschiedenis, Enki.
Zelfs de chronologie in Genesis toont dat dit het exacte moment is waarop Henoch zijn intrede doet in het Bijbelse verhaal. Enki uit de Sumerische geschriften is hetzelfde als Enoch uit latere Semitische tradities. De Sumerische teksten beschrijven dat Enoch naar de aarde neerdaalde en letterlijk zeggen: toen ik de aarde naderde, was er veel overstroming. In het Hebreeuwse boek van Jasher weten we dat in het jaar 3439 voor Christus, volgens dus de chronologische vertelling, de Gihon rivier overstroomde en een derde van de mensheid omkwam. De Gihon is de Nijl in Egypte, zoals de Joodse historicus Flavius Josephus bijna 2000 jaar geleden onthulde. Enki zelf landde in het slangenmoeras tussen de papyrus rietvelden, een moerasgebied voor de zonvloed, tegenwoordig bekend als Giza, waar dus de grote piramide staat. Ook in de Sumerische teksten wordt naar dit monument verwezen, aangezien Enki er zijn huis bouwde, genaamd Abzu, oftewel het huis van de diepte, zijn heilige domein in Eridu. Dit verbindt de Sumerische Enki met de Bijbelse persoon Enoch, waarvan veel apocryfe teksten en andere geschriften beweren dat hij de bouwer was van het grote piramidecomplex. Interessant genoeg is dat Eridu, de Bijbelse Irad uit Genesis, gebouwd door niemand minder dan Enoch. In het boek van Jasher staat dat in de dagen van Enosh, en dat is dus niet Enoch, maar Enosh, de Heer de wateren van de Gihon liet uitbarsten, wat een derde deel van de aarde vernietigde, waardoor er een grote hongersnood ontstond. Deze ramp tijdens de tijd van Enosh wordt bevestigd in de Joodse Haggadoth-tekst. Die spreekt van een vreselijke vloed voor de grote zonvloed nog in de tijd van Noach. Binnen Aziatische tradities worden oude overstromingen vermeld die ouder zijn dan die van Noach, waarbij de wereld tweemaal overstroomde, waarvan de tweede ramp ernstiger was dan de eerste. Een lange reeks tabletten, gevonden in de ruïnes van de Sumerische stad Nippur, bevat de teksten waarin staat: toen ik de aarde naderde, was er veel overstroming. Verteld dus door Enki en bekend als Eridu Genesis Collectie. Hier hebben we dus een oude Sumerische vertelling van de komst van Enki op aarde, die plaatsvond 1200 jaar of 432.000 shars voor de grote vloed, wat zijn afdaling op aarde dateert in of op 3439 voor Christus. Onafhankelijke bronnen zoals Jasher beschrijven ook een vreselijke overstroming die Enki meemaakte in Egypte, waarbij een derde van de mensheid stierf. Twee aparte bronnen die hetzelfde verhaal vertellen. In de Bijbelse chronologie van Stephen Jones onderzoek, gepubliceerd in zijn boek The Secrets of Time, wordt de overstroming van de Gihon precies gedateerd op 3439 voor Christus, 1200 jaar voor de grote vloed in 3239 voor Christus. Jones, een christelijke fundamentalist, had geen kennis of publicaties over de chronologie van Phoenix en kende geen andere details over deze Enochiaanse en Enki-tradities die stammen uit het oude Egypte. De datum van 3439 voor Christus komt daarnaast perfect overeen met de chronometrie van de grote piramide van Giza. De Schotse astronoom Charles Piazzi Smith ontdekte in de jaren 1870 tijdens onderzoek en metingen dat de piramide om onverklaarbare redenen ontworpen was om via de dalende passage direct naar de ster Alpha Draconis te wijzen, het oog van de draak. In het jaar 3440 voor Christus, volgens onze kalender, wat hij dus de pre-zonvloed Poolster noemde. Deze datum van 3440 voor Christus is nagenoeg wederom exact de datum van 3439 voor Christus. Men gelooft dat de grote piramide werd gebouwd door Enoch, ook bekend dus als Enki. Het onderwerp van zijn boek, The Lost Scriptures of Giza, en ook het onderwerp van 14 van zijn RKX video's. In de Bijbel, Johannes 3:13, staat een mysterieuze uitspraak. En niemand is opgevaren naar de hemel, behalve hij die uit de hemel is neergedaald. Men gelooft vaak dat dit naar Jezus verwijst, maar het zou evenzeer op Enoch kunnen slaan, omdat de Bijbelse verslagen aangeven dat Enoch opsteeg naar de hemel en nooit meer gezien werd. Dit impliceert dat Enoch eerst naar de aarde was afgedaald voordat hij weer ten hemel voer. Enoch, oftewel Enki, speelt een belangrijke rol in de vroege geschiedenis van de beschaving. Opmerkelijk is dat de apocalyptische openbaringen uit de laatste dagen voorspellen dat een derde van de mensheid zal sterven door een hemellichaam, Wormhood genoemd, terwijl 200 miljoen demonen tegelijk over aarde zullen gaan. Dit beeld lijkt wat op wat de oude Babyloniërs waarnamen als de zogenaamde Anunnaki, hoewel de Sumeriërs de Anunna beschreven als lange, baardige, kakaozische mensen.
Verder, bewijs van hun komst in 3439 voor Christus komt uit de Babylonische traditie van Atlantis. Oannes, een brenger van beschaving, creëerde volgens de Babyloniërs de mens en wordt beschouwd als een Anunnaki en de vader van de metaalbewerking. Dit feit is opvallend, aangezien er in Mesopotamië nauwelijks metalen van betekenis zijn gevonden. In elke traditie valt de komst van de Anunnaki samen met natuurrampen. Voor degenen die zijn grote piramide videoserie hebben gevolgd, is deze informatie natuurlijk geen verrassing. Men weet al, of jullie weten al, dat Enoch en Enki dus dezelfde persoon zijn. De studie van het verleden toont aan dat de gebeurtenissen van toen opnieuw zullen plaatsvinden. Wie voorspelde de vloed in alle pseudografische en apocryfe geschriften? Dit onthult ook dat niet alle pre-diluviaanse geschriften, voor de vloed zeg maar, en verhalen zijn dus vastgelegd door mensen, de Adamu, maar dat na de catastrofe of iemand van de Anunna deze zaken heeft opgeschreven, of ze heeft het doorgegeven aan gewone mensen, die ze dus later dan op stenen tablet hebben bewaard, om door ons ontdekt te worden. De kloof die de Anunnaki scheiden van Enki was veel meer dan hun afkering van één enkel persoon met Anunna-afkomst. Enki leidde een volledige factie van de machtige Anunna. De oudste en meest langdurige tradities zijn het eens over een zeer intrigerend feit. Aan het begin, of voor de catastrofe van de vloed, waren de goden al verdeeld in twee groepen. De Vedische Ariërs, de Amorieten, Noordische Germanen, Perzen en Grieken, en zijn allemaal dus takken van het Kaukasische ras. Dat is een kutwoord. Behouden tradities van twee groepen goden in de oudheid die dus in de directe oppositie tegenover elkaar stonden. De bron van die twist was de mensheid. Dit feit leidt ons noodzakelijkerwijs tot een ander verontrustend feit over de prediluviaanse wereld, dat volledig zal worden uitgewerkt in deze serie dus. De vroegste culturen rond de planeet na de plotselinge verdwijning van de Neandertalers en vervolgens dus de Cro-Magnon mensen waren allemaal rivierbewonende volken van klein gestalte met zwart haar, zwarte ogen en een bruine, olijfkleurige of rode huid. Gladde huid zonder gezichtsbeharing. Deze mensen waren verspreid over de 5 grote rivierdalen van de wereld die later bekend werden als de bloeiende beschavingen. De riviergebedden van de Nijl in Egypte, de Tigris en de Eufraat in Sumerië-Babylonië, de Indusvallei van de Harappa-beschaving, de grote rivieren van China, de Yangtze-rivier en aan de overkant van de Stille Oceaan in de Urubamba-riviervallei van Zuid-Amerika. Deze donkere volken deelden allemaal een gemeenschappelijk geloofssysteem dat goed gedocumenteerd is. Toen de goden op aarde verschenen, waren ze lang, hadden ze blauwe en groene ogen, groeiden lange gezichtsbeharing en hadden een lichte huid. Voor de pre-diluviaanse volkeren van een post-apocalyptische aarde, vele eeuwen na de val van een eerdere beschaving, waren de goden Caucasisch. Twee groepen van de Anunna, een burgeroorlog, beide zijden Caucasisch, beide groepen schuldig aan DNA-manipulatie bij het creëren van de op maat gemaakte Homo sapiens sapiens. Op maat gemaakte DNA-programma's werden uitgevoerd om verschillende Homo sapiens rassen te creëren. Anunna-supervisie over mijnbouw en werknederzettingen leidde tot een explosieve bevolkingsgroei onder de Homo sapiens, dat of die toen uit de hand liep. Eén groep kon nog steeds in- en uitreizen door dit heilige geest containmentveld, onze wereld, zeg maar. Nogmaals, één groep kon nog steeds in- en uitreizen door dit heilige geest containmentveld. Op een specifieke momenten, en zij probeerden hun overtreding ook uit te wissen door hun product uit te roeien en catastrofes te creëren om de mensheid te vernietigen. De andere groep werd geleid door Enki, die op aarde was gestrand om tussen de mensen te leven, die hij probeerde te redden. Een interessante theorie? Nee. Deze feiten zullen vele malen worden bewezen met verifieerbare bronmaterialen naarmate deze video's vorderen. Het was tijdens de contactperiode van 3439 tot 2647 voor Christus, allemaal voor de vloed, dat beide groepen van Anunnaki stopten met het gebruik van vrouwelijke Anunna-surrogaten, zogenaamde geboortegodinnen, en uitgebreide Anunna-menselijke vermenging begonnen, maar met totaal verschillende resultaten. De Joodse auteur van de Genesis-tekst in Babylonië las de archaïsche verslagen. Jongens, dit is allemaal Nederlands. De Joodse auteur van de Genesis-tekst in Babylonië las de archaïsche verslagen van de Anunna en Agigi-groepen. En modelleerde hun prediluviaanse geschiedenis in 2 overheersende lijnen. De Setieten en de Kanaïten. De vrouwen van Kain werden gemodelleerd naar de rebellerende Anunna Igi, die geen toestemming hadden om de aarde te bezoeken. Deze vrouwen van Kain gaven geboorte aan de Nephilim-rassen van Anunna-menselijke hybride mutanten, reuzen, monsters,
halfgodachtige mensen, velen met 6 vingers en tenen en dubbele rijen tanden. Voor feitelijke skeletten gevonden ook bij deze kenmerken, zie zijn boek Giants on Ancient Earth, an in-depth study on the Nephilim. En bekijk zijn 4 video's over de vondst en documentatie van deze exemplaren. Interessant genoeg zijn reuzen met rood haar grote mensen gevonden, dus die gemummificeerd zijn met rood haar nog intact, dubbele rijen tanden en extra ledematen. Ze zijn gevonden over heel Noord-Amerika en ook in Midden- en Zuid-Amerika. De Igigi-afstammende rassen overleefden de grote vloed van 2239 voor Christus op 2 prominente locaties. Noord- en Zuid-Amerika en in de Levant-regio's. En dat is Libanon, Syrië, Canaan, Israël, Jordanië en de Sinai. Na de vloed werd de Sumerische naam Idigi door de pre-Griekse pelagische volken herinnerd als de zonen van de aarde. Die de gigantes of de reuzen baarden. Voor de vloed eerden de donkere rassen allemaal godinnen ter herinnering aan de Anuna surrogaatgeboortemoeders. Patriarchale goden, de mannelijke godenlijn, werd strikt geïntroduceerd door de Caucasische afstammelingen van de Anuna, veroordeeld om op aarde te blijven. De oude Griekse Arcadiërs verwezen naar het land van de reuzen als liggend in het verre westen. Dit is de oorsprong van de term Tartarus, aan de overkant van de oceaan in een plaats genaamd Ogygia. Heel dicht bij waar de gigantes, zeg maar, of de reuzen leefden. De Igigi, de afstammelingen van de Igigi-reuzen, werden in Genesis genoemd als de zogenaamde Rephaim, de Anakim, de Emieten, de Zamzomieten en de Zoomieten. De Bijbelse overlevering noemt Homo sapiens-rassen die nauw verwant waren of afstamden van deze reuzen, zoals de Atomieten, de Horditen en de Amalakieten. Laatstgenoemde werden geleid door een koning genaamd Agag, afkomstig van Gog of Egog, die dus in de geschriften worden beschreven, die in de geschriften wordt beschreven als een veel groter dan koning Saul. Het feit dat de Bijbel vermeldt dat iemand veel groter was dan koning Saul is opmerkelijk, aangezien de Bijbel duidelijk aangeeft dat koning Saul 2 hoofden langer was dan andere mannen van Israël. De Horieten van Seir hebben zich vermengd met de Ammonieten en de Moabieten, waaruit later de Joodse bevolking zou voortkomen, zoals in veel aankomende video's ook zal worden getoond. Het buitenaardse conflict tussen de Anunnaki en hun Igigi-bloedverwanten uit de oudheid heeft onverminderd voortgeduurd door hun afstammelingen door elke periode van de wereldgeschiedenis tot op de dag van vandaag tussen de media en de mensen van de wereld. De nakomelingen van Enki werden tot Enoch, voor de Joodse auteurs van Genesis in een geslachtslijn tot Noach, die duidelijke verwijzing naar raciale verschillen voor de zondvloed in Genesis verdoezelde. Het Hebreeuwse woord voor generaties in Genesis is toledot en het gaat over raciale afkomst. Het boek Genesis vermeldt, dit zijn de generaties van Adam, wat zou verwijzen naar de Adamu, mensen met zwarte ogen, zwarte haren, zonder baard en een rode of bruine huid. Zelfs de vroegste Sumeriërs verwezen trots naar zichzelf als de zwarthoofden. Genesis zegt, dit zijn de generaties van Kain. En we weten dat Kain een volk van de oude Amerika's was, gecreëerd na de Adamu. De oudste Amerikaanse tradities verwijzen allemaal naar het ras van Kain. Dit zijn de generaties van Seth, een verwijzing naar de pre-zonvloed Egyptische beschaving. Dit zijn de generaties van Noach, afstammelingen van Enoch en Enki. Alle apocryfe geschriften en de dode zeerollen beschrijven de geboorte van Noach als de eerste keer dat de pre-zonvloedwereld de geboorte van een blanke homo sapiens met blauwe ogen zag. Maar we hebben dit al besproken en keren er mogelijk nog op terug naarmate dit onderzoek vordert. Dit zijn de generaties van Sem, oftewel Shimzu, de zonenkinderen. Een Caucasisch pre-zonvloedras dat de wetenschap en kennis van de Anuna erfde. Van hun voorouders, die de stichters waren van de grote post-technolithische steden en het wereldwijde heliolithische maritieme rijk van de bouwers. Na de vloed zegt Genesis ook, dit zijn de generaties van Abraham. We weten nu dat Abraham overeenkomt met Brahma, de Arische patriarch van de oude Vedische Caucasische volkeren, wiens metgezel Sarah Swati was, net zoals Adams metgezel Sarah later haar naam veranderde in Sarai. Je moet dus deze geschiedenis kennen. Je hebt geen excuus om het niet te weten. Want mijn video's, of zijn video's bedoel ik, waren gratis. Ze zijn gratis. Alleen door te begrijpen wat er dus in de oudheid is gebeurd, wie deze geschiedenis heeft aangepast tot wat wij geleerd hebben en waarom ze geprobeerd hebben dit te verbergen, daardoor krijg je dus een diepgaand inzicht in onze moderne, media-geobsedeerde rassenverhoudingen. De strijd tussen de twee gestelde groepen, Anunnaki, de Homo Anuna en de Idigi, houden vandaag de dag nog steeds aan
en heeft elk aspect van ons huidige leven volledig doordrenkt. Hij sluit af, en ik sluit bij deze ook af, met een citaat van zijn favoriete cynicus, die dit ergens tussen 1919 en 1940 schreef. Wezens van andere plaatsen zijn naar deze aarde gekomen. Sommige van hen, meer verdorven, voelden zich hier thuis en zijn hier gebleven of hebben hier hun verblijf gehouden, hun oorsprong natuurlijk verhullend, misschien met slechts een licht afwijkend uiterlijk. Dat citaat kwam van Charles Fort, ongeveer dus 100 jaar geleden. Nu we dus deze videostudie hebben afgesloten, laten we nu eens wat dieper ingaan op de persoon Enoch. Het is algemeen aanvaard dat de documenten die wij het Oude Testament noemen, volgens geleerden, pas rond 300 voor Christus tot stand kwamen en mogelijk zelfs later. De christelijke wereld is overtuigd dat het Oude Testament zeer oud is en van grote oudheid. Maar veel van de concepten, ideeën en zelfs volledige passages uit het Oude Testament zijn zeker ontleend aan oudere bronmaterialen. Maar het Oude Testament zelf, als een verzameling van boeken, is beslist niet erg oud. In feite dateert het slechts ongeveer 3 eeuwen voor het christendom. Het Nieuwe Testament bevat echter een verzameling geschriften die bekend werd als dus het Boek van de Oprechte. Een zeer oude bron. Fragmenten van dit boek zijn van zo'n grote ouderdom dat we zelfs woord voor woord passages vinden die overeenkomen met oude klei- en spijkerschriftteksten en stenen geschriften van 2000 jaar eerder. Het is uniek en controversieel. Wetenschappers hebben een grote misstap begaan door de ouderdom van dit boek te proberen echt te ontkennen. Dit boek staat bekend als dus het boek van de oprechten, maar velen van jullie kennen het als het boek van Jasher. Ongeveer 2000 jaar geleden schreef de bekende Joodse historicus Flavius Josephus over het boek van Jasher en stelde dat het zelfs in zijn tijd grotendeels onbekend was en buiten de tempel van Jeruzalem was vergeten. Dit boek is uitgebreider dan welke Bijbelse tekst dan ook en wordt bij naam genoemd in de Bijbelse boeken van Joshua en 2 Samuel met de verwijzing: staat dit niet geschreven in het boek van Jasher? Veel apologeten willen rechtvaardigen dat het boek van de oprechten, het boek van Jasher, dus deel uitmaakt van het Bijbelse kanon, omdat in de kanon zelfs als bronmateriaal natuurlijk wordt vermeld en mogelijk hebben zij dus ook gelijk. Hij is hier trouwens dan niet om dat punt te betwisten. Hij wil alleen maar vertellen bij deze tekst eigenlijk wat er dus in dit zeer oude boek staat. Josephus schreef dat met dit boek werd bedoeld een verzameling van verslagen die op een specifieke plaats werden bewaard om een overzicht te geven van de gebeurtenissen onder de Hebreeuwen van jaar tot jaar, bekend als Jasher of dus oprecht. Oorspronkelijk zou het Jasher zijn genoemd vanwege dus de betrouwbaarheid van hun kronieken. Een kopie van dit boek werd gevonden in het Hebreeuws in Jeruzalem toen de Romeinse generaal Titus, zoon van keizer Vespianus, de stad vernietigde en de tempel plunderde voordat hij deze dus ook verwoestte. Er wordt gezegd dat het boek van Jasher een van de weinige manuscripten was die kort voor de verwoesting door de islamitische legers in 800 na Christus uit de bibliotheek van Alexandrië werden gesmokkeld. Het boek werd uiteindelijk herontdekt door de Anglo-Saxische geleerde Albinus Al, die het vanuit het Hebreeuws in het Latijns vertaalde. Een andere kopie overleefde de eeuw van vervolging door de Inquisitie en werd in 1613 in Venetië gedrukt. Een schadelijke vervalsing van het boek van Jasher werd in 1751 in Engeland gepubliceerd en opnieuw uitgebracht in Bristol in 1829. Dit slecht geschreven werk van 62 pagina's beweerde dat Jasher een van de rechters uit het Oude Testament was, wat totaal geen verband had met het echte boek van de oprechten, dat een omvangrijk werk is. De vervalser begreep niet dat Jasher letterlijk oprecht betekent en een beschrijving van de textuele integriteit was, waardoor hij onterecht beweerde dat Jasher een naam was van een tot nu toe dan onbekend figuur uit de Bijbelse geschiedenis. Dit veroorzaakte veel schade onder critici en wetenschappers in de 19e eeuw, waardoor de vervalsing de nodige vooroordelen oproep om verder onderzoek te ontmoedigen. Wetenschappelijke kringen beschouwden het boek hierdoor als een valse tekst en het echte boek van Jasher werd gedwongen dus in de obscuriteit te leven. Ondanks dit ontdekte de Royal Asiatic Society in Engeland nog een kopie van het boek van Jasher, ver weg in uiteindelijk Calcutta. Dit van fascinerende chronologische verslag van de wereld voor de zonvloed en de oude geschiedenis daarna begint nu pas in de 21e eeuw prominentie te verwerven onder serieuze onderzoekers. Hoewel er veel vervalsingen van het boek van Jasher waren, erkenden sommige 19e eeuwse historici het belang van deze verslagen. Schrijvers die bijdroegen aan ons begrip van de prestaties van Enoch en de wereld waarin hij dus leefde. In 1875 verwezen auteurs Hargrave Jennings en Charles Stoneyland Wake, 2 van zijn favoriete auteurs, naar het boek van Jasher als een geloofwaardige bron van historische informatie in hun eigen boek Ancient Symbol Worship. Een werk dat uitgebreid ingaat op de religies van de oudheid.
De vertaling van Jasher die zij in hun onderzoek aanhaalden, was van Dr. Donaldson in de tweede editie van 1883. De beroemde occultist Gerald Massey citeerde de Jasher-geschrift in zijn enorme werk The Natural Genesis. Dat bestaat uit twee delen van meer dan 1000 pagina's en dat absoluut de moeite van het lezen waard is vanwege de verbluffende feiten en vergeten informatie die erin te vinden is. Omdat Ancient Symbol Worship, The Natural Genesis en andere werken van Massey zo'n enorme hoeveelheid vergeten kennis bevatten, zullen deze boeken in toekomstige video's ook vaak worden aangehaald in ons onderzoek om Enoch en zijn tijdperk te begrijpen. De Alcuin-vertaling uit 800 na Christus, meer dan 12 eeuwen geleden, luidt: en de ziel van Enoch werd vervuld met de instructies van de Heer, in kennis en begrip. Hij trok zich wijs terug van de zonen der mensen en verborg zich voor hen vele dagen. En alle koningen van de zonen der mensen, zowel de eerste als de laatste, samen met hun vorsten en rechters, kwamen naar Enoch toen zij van zijn faam hoorden. En zij bogen voor hem en vroegen hem over hen te regeren, waartoe hij ook instemde. En zij verzamelden zich alle 130 koningen en vorsten, en zij waren allen onder zijn macht en bevel. En Enoch onderwees hen wijsheid en kennis in de wegen van de Heer en bracht vrede onder hen. Er heerste vrede over de aarde tijdens de heerschappij van Enoch, die 243 jaar regeerde en gerechtigheid en rechtvaardigheid bracht aan zijn volk. De identiteit van Enoch als heerser over 130 koningen en vorsten die een rijk oprichtte dat 243 jaar stand hield, een spiritueel afgestelde regent die een blijvende getuigenis achterliet voor de laatste generaties, kan onmogelijk zijn vergeten. Zoals we zullen zien is er nog steeds verbazingwekkend bewijs voor deze antidiluviaanse koning en de nalatenschap die hij heeft achtergelaten, nog steeds zwijgend staand op zogenaamd het Giza-plateau. Een ander voormalig verloren boek dat cruciaal is voor onze studie uit Alexandrië is het Boek van de Geheimen van Enoch. Een geschrift dat voor het laatst werd bewerkt door een Griek in Egypte tijdens de vroege kerkperiode en aan Enoch ook wordt toegeschreven. Dit geschrift was meer dan 1200 jaar verloren gegaan en werd opnieuw ontdekt in manuscripten uit Rusland en Servië, wat het de naam Slavonisch of Slavonic Enoch heeft opgeleverd. Het werd in 1886 herontdekt door professor Solokov in de archieven van de Openbare Bibliotheek van Belgrado en had op wonderbaarlijke wijze de branden van de kerk overleefd. De populariteit van de geheimen van Enoch was grotendeels te danken aan de hernieuwde interesse in Enochiaanse geschriften na de publicatie van een vertaling van het boek van Enoch door Richard Lawrence in het jaar 1821. 48 jaar nadat dus de Schots ontdekkingsreiziger James Bruce in 1773 kopieën ontdekte van het voorheen verloren boek van Enoch in Ethiopië, werd in dit geschrift beschreven hoe God Adam opdroeg de heilige boeken en geschriften van Adam en Seth te bewaren. In het boek van de geheimen van Enoch staat dat hij deze oude voorzondvloedse geschriften moest beschermen, opdat zij niet verloren zouden gaan in de zondvloed die ik zal brengen over uw geslacht. Deze boeken bevatten vele geheimen van God en van de schepping die door de vroege mens waren geleerd. En het was Enochs taak om ervoor te zorgen dat deze geschriften en mysteries niet verloren zouden gaan in de catastrofe die bekend staat als de grote vloed. Deze goddelijke instructies werden aan Enoch gegeven die ze doorgaf aan zijn zonen bij het overlijden van Adam in het 243ste en het laatste jaar van de profetische koningsheerschappij. Twee oude manuscripten, die beide millennia op verschillende locaties hebben overleefd, vermelden deze 243-jarige heerschappij van Enoch. Volgens het boek van Jasher leerde de profeet op dat moment dat hij zou opstijgen naar de hemel en niet zou terugkeren. De tekst luidt: Enoch verzamelde alle bewoners van de aarde en onderwees hen wijsheid en kennis en gaf hen goddelijke instructies. En hij zei tot hen: mij is geboden op te stijgen naar de hemel. Ik weet daarom niet de dag van mijn heengaan. Uit deze goddelijke instructie blijkt dat Enoch de Setieten, de nakomelingen van Seth, voor de zonvloed instrueerde over het behouden van de kennis die door de godheid aan de mensheid was gegeven sinds de dagen van Adam. Koning Enos, priester Jared, Enos' vader, en Seth. De taak die Enoch van Adam kreeg, betrof verslagen van groot belang. Het zou onlogisch zijn om enorme inspanningen te leveren om slechts enkele boeken te beschermen die gemakkelijk door de overlevenden van de zondvloed beschermd hadden kunnen worden. Dit moet een werkelijk gigantische verzameling kennis zijn geweest. Zoals we hier ook zullen ontdekken, betroffen deze goddelijke instructies één groot constructieproject, bedoeld om de geschriften van de oude wereld te bewaren op zo'n manier dat de mensheid er in de verre toekomst weer toegang tot zou kunnen krijgen, lang nadat hun eigen wereld dus verdwenen zou zijn. Een dergelijke methode van bewaring zou een monument vereisen dat groot genoeg was om de wateren van de zondvloed te overleven en zichtbaar zou zijn voor alle mensen. Enoch steeg op naar de hemel op een wolk en volgens de tekst in de geheimen van Enoch gingen de nakomelingen van Seth onmiddellijk aan het werk.
Methusalem, de zoon van Enoch, en zijn broers, alle zonen van Enoch dus, maakten en richtten een altaar op de plaats die Akuzan werd genoemd, waar Enoch naar de hemel was genomen. Dit was het altaar van God dat aan Adam was beloofd en het werd gebouwd in het midden van de aarde, waar de Setieten hun voorvader Adam zouden begraven. Dit was dezelfde plaats waar Enoch verscheen, zoals beschreven in het boek van Enoch. Tijdens zijn profetische carrière had hij een visioen van de grote piramide in relatie tot de boom des levens. Hij noemde het een vuurberg in het midden van de aarde, een beschrijving die door de oude werd gebruikt om naar het monument te verwijzen. Enoch beschreef de stenen van deze piramide als schitterend, mooi en prachtig om te zien. Een engel vertelde Enoch: de berg die gij aanschouwt, waarvan de top de zetel van de Heer bespiegelt, zal de plaats zijn waarop de heilige en grote Heer glorie zal zitten. We weten nu dat dit figuur de hoeksteen en de eeuwige koning is volgens het boek van Enoch, wanneer hij zal komen en afdalen om de aarde met goedheid te bezoeken. We hebben al aangetoond dus dat Enoch en Enki dezelfde persoon waren en dat de grote catastrofe die plaatsvond toen de Anunnaki voor het eerst verschenen, met Enki onder hen, centraal stond in Egypte. Het oude Egypte werd door hen het land van de Nijl, oftewel de Kihan, genoemd. Het zou dus niet verbazen dat een Arabische geleerde, die een traditie van meer dan 1000 jaar oud optekende, voordat hij in 1967 na Christus stierf, het volgende dus schreef over deze bijzondere koning die lang geleden leefde. Soedit, een van de koningen van Egypte, voor de zonvloed, bouwde de twee grote piramides. De reden hiervoor was een droom die hij had, 300 jaar voor de zonvloed. In zijn droom zag hij de aarde omgekeerd worden, de bewoners neergeworpen, de vaste sterren verward van hun baan afwijken en met enorm lawaai op elkaar botsen. In een ander visioen zag hij de vaste sterren als witte vogels op de aarde neerdalen. De mensen grijpen en opsluiten tussen twee bergen. Hij verzamelde de priesters van alle nomen van Egypte, 130 in totaal, en vertelde hen over zijn eerste en tweede visioen. De interpretatie van deze visioenen was dat er een grootse gebeurtenis op handen was. Merk op, hij bouwde dus de twee grote piramides en regeerde over 130 nomen, precies hetzelfde als wat het boek van Jasher over Enoch vermeldt. Zelfs Zechariah Sitchin in zijn Earth Chronicles serie toont aan dat de Anunnaki een grote raad hielden om te beslissen wat ze zouden doen met de kennis over de komende grote vloed. Dus het zou ons niet moeten verbazen dat er een zeer oude traditie over Soedit bestaat. Volgens Masudi, waarin wordt vermeld dat Soedit zeg maar de opdracht gaf de piramides te bouwen en de voorspellingen van de priesters op de zuilen en grote stenen vast te leggen. Hij plaatste zijn schatten en al zijn waardevolle eigendommen erin, evenals de lichamen van zijn voorouders. Hij gaf ook de opdracht aan de priesters om geschreven verslagen van hun wijsheid en prestaties in verschillende kunsten en wetenschappen op te nemen, samen met de geschriften van hun voorouders, de posities van de sterren in hun banen en de geschiedenis en chronieken van voorbije tijden, evenals voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. Als je nou eigenlijk meer wil onderzoeken in deze richting, bespreekt hij dit eigenlijk allemaal en nog honderden andere feiten, die hij vaak dan niet in video's heeft gedeeld, in zijn eigen boek The Lost Scriptures of Jesus. Het gaat over de koppeling van Enoch en Enki en de grote piramidecomplex dat voor de zonvloed werd gebouwd. Dit was 10 jaar geleden zeg maar zijn passie en hij heeft destijds ook alles uitgezocht wat hij kon. Echter vermeldt hij dus hier om context te geven, om aan te tonen dat toen Enoch op aarde regeerde, er 243 jaar vrede was. Maar zodra hij verdween, gebeurde er iets dat deze vrede verstoorde. Het was niet slechts zijn vertrek, maar iets betrad het historisch archief waarvoor we veel bewijs hebben. Zoals hij al ook in eerdere video's heeft aangetoond, zien we dat toen Enoch vertrok, er een geheel nieuwe heersende macht verscheen. Dit wordt beschreven in de Sumerische koningslijst en dat heeft hij al nu aangetoond, want toen Enoch vertrok, was er nog 670 jaar over tot aan de zonvloed. De volledige periode van de 7 koningen van de Anunnaki, 241.200 jaars, wat dus precies 670 jaar is op de draconische kalender van 360 dagen per jaar. Een historisch onderzoeker is een onderzoeker. Wij bouwen een beeld op uit de stukjes van het verleden. De kalenders in deze video, waaronder dus de twee oude Amerikaanse kalenders, de Vedische en de Sumerische kalenders, evenals de kalender van het oude Egypte, komen allemaal samen binnen een tijdspanne van 5000 jaar en ze synchroniseren binnen een periode van 21 jaar. Deze tijdsverkenning gaat over grote cycli en epische perioden, zoals de Maya-tempelkalender, waarin wordt gesproken over dus de goddelijke terugkeer. En beste mensen, het is ongelooflijk waar, maar in bijna volledig foutloos heb ik jullie voorgedragen en voorgelezen uit de Anuna Files 2, de Anunnaki Chronology and the False Narrative Corrected. Terwijl de link naar het originele filmpje en met nog meer info vind je hieronder. En voor de rest
vind ik het helemaal mooi ingesneden. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben. 3 kwartiertjes. Nou, nogmaals, ik ben heel blij dat het foutloos en best te horen is gebleken. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie wederom een volgende keer weer te spreken of te zien. Ik ga even lekker uitwaaien in Groningen. Een hele fijne dag verder, beste mensen. Thank you.